Ja, afgelopen zaterdag was het zover. Die ontknoping van Wie is de Mol. En dat vind ik een van de leukste afleveringen. Misschien wel de leukste. Maar tegelijkertijd ook een van de stomste afleveringen. En stom waarom? Het is nu klaar. Het is nu afgelopen. Aankomende zaterdag is er geen Wie is de Mol meer op tv. Wat moet ik nou gaan kijken? We zijn dus nog niet helemaal klaar met Wie is de Mol. We kunnen op mijn kanaal nog een klein beetje doorgenieten ervan. Want jullie hebben natuurlijk nog 3 video's van mij te goed met de Mol. De winnaar en de verliezer. En we beginnen vandaag met de verliezer. Degene die dus de 8e plaats heeft gehaald. De 8e afvaller. Ja, de verliezend finalist. Deze persoon was voor mij niet echt de mol. Al heb ik 2 afleveringen terug nog wel punten op deze persoon ingezet. Want ja, op het einde ging ik toch weer twijfelen. Ook omdat ik dit jaar niet mijn aha-momentje heb gehad. Sommige seizoenen, dan was er een bepaald momentje of in een opdracht. Of ergens tussendoor waarbij de mol iets deed en dat ik iets had. Jij bent de mol. Dat had ik dit seizoen niet. Dus ik ging op het einde toch weer twijfelen en heb ik nog wel punten op deze persoon ingezet. Kwam uiteindelijk heel goed uit, want deze persoon, Niels, kreeg een vrijstelling. Dus ging door en ik had dus mijn puntjes verdubbeld. Maar ja, Niels dus voor mij dus niet de mol. En dat kwam voornamelijk door die jokeractie met Evelien. Dat hij zijn joker had opengemaakt. Zat geen vrijstelling in. En toen heeft hij hem vervolgens weer in elkaar gepuzzeld. En omgewisseld met de nog geldige joker van Evelien. Dus Evelien had gewoon haar joker ingezet. Niet wetende dat hij niet meer geldig was. En Niels had gewoon weer een joker terug. En ik vond dat gewoon niet een actie voor de mol. Ja, de mol gaat natuurlijk wel over grenzen. De mol doet natuurlijk wel heftige dingen. Maar ik vond dit meer een wanhopige actie vanuit een deelnemerskant. Die gewoon niet meer weet wie de mol is. En vooral als je kijkt naar Niels. Dat elke keer als hij iemand op zijn verdachte lijstje had staan, ging diegene naar huis. Dus dan snap ik wel dat je een beetje wanhopig wordt. Dus ik zag dat ook als een actie van een deelnemer. Hij is dus inderdaad niet de mol. Hij is de verliezend finalist. Wat ik ook heel grappig vond trouwens, was dat de winnaar en de verliezer wisten dus niet dat ze de winnaar en de verliezer waren tot afgelopen zaterdag. Dus ze hebben in mei alles opgenomen. Ze hebben in mei ook die ontknoping opgenomen op locatie zelf. Wat ze helaas niet hadden laten zien. Want ja, dan staat Rick daar onder die boom met die 3 finalisten. Dan gaat hij vervolgens tegen elke finalist een kandidatenspeech en een molspeech houden. En dan komt natuurlijk die vraag, wie is de mol? En dan moeten ze altijd even 3 seconden wachten. En dan moet de mol naar voren stappen. Dat hebben ze er niet in verwerkt in de montage. Ze hebben wel die foto's laten zien. En vervolgens gingen we naar het Vondelpark waarbij de mol naar voren stapte. Maar dat was dus op locatie zelf niet te zien. Maar ik neem wel aan dat ze het wisten. Ik neem wel aan dat ze alle 3 wisten wie de mol was. Maar ja, de winnaar en de verliezer wisten nog dus niet wie de winnaar en de verliezer was. Moet je gewoon voorstellen, hè? In mei is het opgenomen. Hele jaar moeten wachten. Jaarwisseling gehad. Dan eerst nog deze 10 afleveringen moeten afwachten. En dan eindelijk afgelopen zaterdag erachter komen of je de winnaar bent of de verliezer. En wetende dat jij op de mol zat. Dat je gewoon de goede mol had ingevuld bij de test. Maar ja, Niels had dus 3 vragen minder goed dan de winnaar. En hij is dus de verliezend finalist. Hij is dus de eerste sim van de 3 finalisten die ik nu aan het namaken ben. Ik moet zeggen, qua gezicht, zeg maar vanaf hier de onderkant, vind ik aardig goed gelukt. Kapsel was natuurlijk weer lastig, want we hebben gewoon niet zoveel krullend haar. Ik heb hem maar hetzelfde kapsel gegeven als Jamie, maar dan een tintje donkerder, zodat er wat onderscheid is. En ik heb ook het idee dat Niels wat donkerder haar heeft dan Jamie. Maar dit is hem dus, Niels Litoy. Hij komt binnenkort op de galerij met de andere 2 finalisten, dus met de mol en met de winnaar. Maar eerst komt daar nog een video van en dan pas komen de 3 op de galerij. En de eerstvolgende video dus, heel binnenkort, de winnaar. Thank you.